We haken 3 lossen. We gaan nu dus starten met alleen maar stokjes. Dus elke steek die je tegenkomt, haak je stokjes. Of je nou een ketting van 3 hebt of 3 stokjes, je haakt daar altijd 1 stokje in. Dus 3 lossen staat voor 3 stokjes. Een stokje staat voor een stokje. Dus ik ga het eerste stukje met jullie samen doen. Dus in de eerstvolgende steek haak je een stokje. En in de steek daarna een stokje. Nu komen we aan bij de ketting. 3 lossen maakt 3 stokjes. Dus gewoon om de ketting heen. 1, dus nummer 2 en nummer 3. Nu komen we 3 stokjes aan en dan haak je op iedere steek 1 stokje. Nou, dit is eigenlijk wat je nu gaat doen door de hele toer heen. Dus nummer 2 en nummer 3. Hier is de volgende ketting van 3 lossen. En dan maak je weer 3 stokjes omheen. 1, dus nummer 2 en nummer 3. Dit blijven we dus eigenlijk gewoon herhalen. Hier hebben we 3 stokjes. Haak je iedere steek weer 1 stokje. 1, nummer 2 en nummer 3. Nu komen we aan bij de ketting van 3 lossen. Haak je ook weer 3 stokjes omheen. 1, nummer 2 en nummer 3. En het enkele stokje haak je gewoon 1 stokje bovenop. Nou, dit blijf je herhalen. Tot je helemaal rond bent en dan gaan we samen de toer sluiten en de ene laatste toer samen starten. Ik ben rondgehaakt. We gaan de toer sluiten met een halve vaste in de derde lus. Hier gaan we de toer met een gaatje maken. Je haakt 3 lossen. En in de volgende 2 steken haak je ook ieders 1 stokje. Dan heb je 3 stokjes op rij. Nu 3 lossen. Sla je 1, 2, 3 steken over en in de vierde, vijfde en zesde maak je 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Plus 3 lossen. Dus de herhaling. 1, 2, 3 steken overslaan. In herhaling begin je dus met 3 stokjes op een rij. Dus 1, nummer 2 en nummer 3. En dan 3 lossen. En 1, 2, 3 steken overslaan. Dit blijf je herhalen door deze toer heen. En dan gaan we samen de toer sluiten en de laatste toer van de doily haken. Dus nummer 3. Zo ziet het eruit. Ik ben rondgehaakt. En we gaan samen de toer sluiten. Ik heb mijn 3 lossen gemaakt. En we gaan sluiten met een halve vast in de derde lus. En nu ga je weer stokjes haken. 3 lossen. In de volgende 2 stokjes van de voorgaande toer haak je 1 stokje. Dan heb je 3 stokjes op rij. Dan met de ketting van 3 lossen haak je 3 stokjes omheen. Nummer 2 en nummer 3. En nu de herhaling. In de volgende 3 stokjes van de voorgaande toer haak je ieders 1 stokje. 1. Nummer 2 en nummer 3. En in de volgende ketting van 3 lossen haak je 3 stokjes. Nou, dit blijf je herhalen tot je rond bent. En dan gaan we samen de toer sluiten en starten aan de voering van de tas. Dus van hier tot hier ga je herhalen. Ik ben rondgehaakt en we gaan samen de toer sluiten met een halve vaste in de derde lus. Hier. Daar. En nu trek goed aan, maak 2 lossen en hecht je draad af. Sorry. Hier, trek de lus door, pak vast, goed vasthouden en met je nagels schuif je die 2 lossen op richting het werk. Dus goed trek aan het touwtje en opschuiven. Dat gaat nergens meer heen. Nu kan je het draadje wegwerken en dan gaan we starten met voeren van deze tas. Hij zal wat krullen nu, maar dat hoort.
Hier is mijn voering. Zo gaan we hem verwerken. Ik zal de doily even weghalen. Je hebt hier een patroon en een verkeerde kant van het patroon. De twee verkeerde kanten leg je naar elkaar toe. Dus de verkeerde kant van de patroonstof en de verkeerde kant van de effenstof tegen elkaar aan. En dan heb je twee keer de goede kant aan de buitenkant. We gaan nu het werk dubbel leggen. Ongeveer tot de diepte van de tas. Als je de doily dubbel vouwt, zo, zorg ervoor dat je hier precies in het midden van het patroontje zit. Geeft gewoon een mooie onderkant. Leg je goed dubbel. Ongeveer een centimeter van de rand afhouden. Dus je gaat hem nu netjes goed neerleggen. Even plat maken. Zorg hier ook een vouwnaad tegen de tas aan zit. Dus je pakt de buitenkant van stof. Twee laagjes. Dus alleen het bovenste deel. En wat je doet is je schuift hem op. Tot je precies op de rand bent. Dan ben je klaar. Wat je nu gaat doen is even speldjes neerzetten als je die nodig hebt. Als je niet zo ervaren genoeg bent met knippen. En dan ga je rondom knippen tot een centimeter buiten de doily om. En dan recht tot aan de vouwnaad. Dus je begint daar en je knipt zo ongeveer een centimeter tot aan het randje hier. Dan ga je door de andere twee lagen heen. En dan ga je door hier terug centimeter breed tot aan de vouwnaad. Ik ga even hier zitten, dan kan ik er wat makkelijker bij. Zorg ervoor dat je hier geen stiklijntje hoeft te maken. Dus maak het werk makkelijker. Goed. Sorry dat ik nu in het beeld zit. Ik hoop dat jullie het nog kunnen zien. Ik knip nu dus een centimeter ongeveer buiten de tas rondom. Knip dit door en dan gaan we starten met de tas vastspelden en hem vastnaaien. Goed, ik heb de stof afgeknipt en ik ga hem eerst even openvouwen, want hij moet natuurlijk om de stof heen. Precies op de vouwnaad neerleggen. Pak de vouwnaad vast. Precies het midden van het blaadje. Even eromheen flappen en dubbel flappen. Dan zie je dat hij al begint te krullen en je voering uiteindelijk weer een stuk breder is. We gaan nu de voering aan de tas vastmaken. Zorg ervoor dat hij goed in het midden ligt. Kan wat zorgen dat je wat moet positioneren de stof, maar dat is geen probleem. Zorg ervoor dat alles goed ligt. En dan gaan we de tas, laat ik even speldjes pakken. Indien jij klemmetjes hebt, kun je de klemmetjes gebruiken. Indien jij geen klemmetje hebt, kun je gewoon speldjes pakken. Wat je nu gaat doen. Goed, ik heb mijn klemmetjes gepakt. Ik leg er nog even een paar bij. Zo, die aan de kant. Wat je nu gaat doen is, je pakt de twee lagen stof. En de doily schuif je even iets op. De eerste laag, dus de buitenste laag, vouw je naar binnen om. Kijk je even of je ongeveer bij de stof bent. Dat maakt niet heel veel uit of je nou precies bent of niet. Want de doily gaat zich dubbel vouwen. En dan heb je uiteindelijk nog een zak binnenin zitten. Dus het is niet erg als je minder stof hebt dan het ik heb. Ik ga hem nog heel even wat beter leggen. Ik zie dat hij niet helemaal egaal ligt. Zo, ik denk dat ik nou wel daar ben. Ja. Even kijken. Kijk. Dus het maakt niet uit of je van buiten of van binnen werkt. De ene laag vouw je naar binnen om. En de andere laag vouw je ook naar binnen om. Dus ik doe het dan van binnenvoering uit. En van de buitenkant vouw je ook naar binnen toe. Dus tegen elkaar aan. Die leg je tegen de doily aan. Dan pak je een klemmetje of een naaldje. En dan pin je of klem je hem vast. Of speldje, klemmetje, speldje. Maakt niet zo heel veel uit. En zo ga je dus door. Als je dus wilt verlijmen, dat kan ook. Dan kan je eerst tussen de twee lagen stof een druppeltje lijm doen. Zet er een klemmetje op en laat rusten. En als dat lijmdruppeltje is uitgedroogd, dan kan je hem al gelijk aan de tas gaan vastlijmen. Ik zou dat dan willen adviseren. Of je zegt van ik wil het in één keer doen, maar doe dan rustig aan. Doe een paar klemmetjes en dan door met de volgende klemmetjes. Dan kan je alle drie lagen in één keer aan elkaar plakken. Dus de buiten- en de binnenkant flap je tegen elkaar aan. Daar leg je een druppeltje lijm tussen. En dan leg je hem tegen je haakwerk aan, dus tegen de doily. En dan doe je er ook een druppeltje lijm tussen. En zorg ervoor dat je precies op de rand zit van de doily. Dat geeft gewoon een mooie nette afwerking. Neem je de tijd voor. Haast je niet. Want het vergt wel wat inspanning dit. Ik ben er ook niet alle minuut mee klaar.
ga je helemaal rond en dan gaan we de tas gedeeltelijk in elkaar steken tot aan de rits. Goed, ik heb de doily vastgepind en we gaan gelijk alvast starten met de rits ertussen zitten. Ik heb het eerste deel er al tussen gezet en nu gaan we het tweede deel van de rits ertussen zetten. Ik ga ongeveer deze twee lijnen aanhouden. Dat zal ongeveer 30 centimeter moeten zijn. De ene kant heb ik al vastgezet. Zit dus precies tussen de twee lagen voering in. Dus niet tussen de voering en de doily, maar tussen de twee lagen voering. Dan pak je het tweede deel van de rits. Maak je een klemmetje of een speldje los. Houd de lijn aan. En dan ga je tussen de twee lagen, duw je de rits tussenin. Let wel, als je gaat verlijmen, zorg ervoor dat je eerst je rits ertussen doet voordat je daar gaat verlijmen. Dus dat stuk, die 30 centimeter, moet je onverlijmd laten. Dus niet lijmen daar. Je gaat de rits pas inlijmen op het moment dat je de rits ertussen geplaatst hebt. Dus je houdt gewoon 30 centimeter vrij. Dus tussen de twee laagjes voeringsstof in, hou wel nog een beetje ruimte over dat je nog kan, de rits open en dicht kan doen. Anders komt je voeringsstof tussen de rits in vast te klemmen. En dan wordt het moeilijk de tas open en dicht te maken. En niet zo vervelend is als je voering tussen je rits in zit. Dus zo schuif je eigenlijk gewoon rustig aan de rits tussen de twee lagen voeringsstoffen in. En dan gaan we samen starten met de toer dicht te naaien. Nu gaan we met naald en draad vastnaaien. Ik heb draad genomen. Ik ga gelijk bij de aansluiting van de rits beginnen. Ik ga eerst achter door de rits heen steken, zodat de eerste laag stof vast zit aan de rits. Goed. Ik heb mijn draadje doorgetrokken en dan ga je gewoon nog een paar keer je draad of de naald doorhalen. Totdat die goed vast zit. Even een knoopje erin zetten en dan zit je draadje vast. Wat je nu gaat doen is van door de eerste laag, door de rits en door de tweede laag en door je doily heen steken. Hier. Steek het precies in zo'n veetje van de laatste stok die je gehaakt hebt. Gewoon er precies middenin. Haal je draadje door. En dan ga je door naar... Even kijken, ik moet even mijn draad goed doorhalen. Nu ga je naar de volgende steek. Ook weer precies tussen zo'n veetje heen. En dan steek je dwars door naar achter. Dus door de twee lagen voering en de rits heen. En dan haal je draad terug naar achter. Zo. Op deze manier zie je de naainaad niet meer terug. Nu ga je even terug naar de eerste steek waar je doorheen bent gekomen. Door alle lagen heen. En dat doe je gewoon gerust een paar keer. Zo zit het uiteinde van één ritsdeel goed stevig vast. Want er komt best wat spanning op te staan met rits open en dicht naaien. Dus zorg ervoor dat je het echt goed stevig vast hebt. Ik heb hier een knoopje. Dat is het nadeel als je heel lang draad maakt. Dan kan er wel eens een knoopje in terechtkomen. Ik ga hem er even uithalen, kom zo terug. Hup, krijg het draadje niet uit, het knoopje er niet uit, dus ik laat het gewoon even zo. Ik trek hem voorzichtig er doorheen. En nu ga je zo door naar de volgende steek. Weer van voren door naar achter doorsteken. Is mijn knoopje weer? Ja, is de steek. En van voren onder de steek door, dus precies onder het veetje. Door naar achter steken. Door de laagjes stof heen. En nu is het gewoon een kwestie van voor naar achter en van achter weer naar voren. En van voor naar achter en van achter naar voren. Ik heb de knoopje er nog steeds in zitten, dus ik moet even wat harder trekken tot het draadje er doorheen is. Kijk, dan ga ik van achter terug naar voren, precies tussen de steek door. En dan haal ik hem weer door naar voren. Zorg ervoor dat je om een x aantal steken heen even een knoopje legt, zodat je draadje goed stevig zit. Ik schuif even het klemmetje iets op. Hier is mijn volgende steek. En dan steek ik voor door naar achter. Nou, dit is alles wat er is. Je gaat nu compleet rond. Tot je helemaal rond bent. En aan het uiteinde van de rits ga je weer een aantal extra steken maken. Om gewoon een extra steviging te doen. Extra te verstevigen. Nogmaals, die rits, er komt best een spanning op te staan. We open en dicht doen. Het zou zonde zijn als je hem één keer open trekt en je rits gelijk al uit je haakwerk verdwenen is. Dus zorg ervoor dat je de uiteinden van de ritsen goed vastnaait. En het enige wat je doet is van voor naar achter doorsteken en van achter naar voren doorsteken. En zorg ervoor dat je precies in zo'n veetje terechtkomt. Dus het kopje van het stokje waar je gehaakt hebt.
Hier, daar. Dus ik hoop dat je hem nou kunt zien. En dan haal je draad weer door. Nou, dit ga je doen tot je helemaal rond bent. En dan gaan we samen starten aan de hengsels en de trekkoorden maken. Heel veel succes. Mochten er vragen zijn, dan kun je altijd terecht op mijn Facebookgroep. De link staat hier onderin de tutorial. Daar kan ik je verder op weg helpen, mocht je nog wat vraagjes hebben. Als je dus verlijmt, zorg ervoor dat je eerst het deel zonder de rits verlijmt en later de rits pas gaan verlijmen. Mijn rits zit erin. Ik maak hem dicht. In het begin gaat hij wel wat stroef. Dat is geen probleem. Gewoon goed een paar keer open en dicht doen. En dan gaat hij vanzelf soepel lopen. Doordat ik een vrij stugge rits heb gepakt, zal hij wat bobbelen. Maar ook dat in gebruik gaat vanzelf soepel worden.